SLM wil binnenkort weer eigen vliegtuigen op de Mid-Atlantische route gebruiken. Op 6 augustus 2024 bespraken directeur Stephen Gonesh en de Raad van Commissarissen hun plannen voor 2024-2026 met ministers Ramdin, Ramsaran en Abiyamofo. SLM streeft ernaar om een snel en draailease vliegtuig te gebruiken en zal verbeterde voorstellen presenteren. Aandeelhouders zullen voor een deskundig besluit de voor- en nadelen zorgvuldig overwegen. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme wil Tourist Information en Visitor Centers openen in alle districten van Suriname. Deze centra bieden toeristische informatie en lokale voorzieningen. De eerste stappen zijn gezet in Saramaka, Groningen en in Koroni, Totnes. Een nieuw centrum is gepland voor Atjoni. De plannen werden op 2 augustus 2024 besproken door de belanghebbenden. Dit initiatief onderstreept de inzet van TCT voor toeristische ontwikkeling en samenwerking met lokale gemeenschappen en de private sector. Het commissariaat Wanica Zuidoost laat weten dat de houten brug bij het Toetlivo-kanaal ter hoogte van de Montplezierweg tijdelijk zal worden afgesloten. De brug is afgesloten vanwege instortingsgevaar. Ondanks barricades maken sommige mensen onterecht gebruik van de brug en dat is ten strengste verboden. Weggebruikers moeten de alternatieve route via de betonnenbrug nemen om het Maretraite-project te bereiken. Gebruik van de houten brug is op eigen risico, laat het commissariaat optekenen.